Oh. Oh, wat is hier gaande? Oh my gosh! Spookrabbit! Yo, Nintendo fans! Wij moeten een meisje gaan redden die vastzit in het paleis volgens kapitein Orion. Dus welkom bij een nieuwe Mario Rabbit Sparks of Hope video. Doe even je duimpje omhoog voor deze serie. 1000 duimpjes jongens, let's go! En abonneer als je van Nintendo houdt. Als je iedere dag Nintendo video's wil zien. Nou ja, bijna iedere dag. En dan gaan wij eens even het meisje opzoeken die hier moet zijn ergens in dit paleisje. Ziet eruit als een groot paleis, want het is zelfs een winkel. Hoeveel kosten betere wapens? Zo, wacht even. We hebben een midwintersleutel die kost 11 van die dingen. Zal ik een nieuw wapen voor Edge kopen? Weet je, ik ga het gewoon doen. Of is het alleen een skin? Het zijn skins, hè? Nou, weet je, dan is deze toffer. We hebben hier het eerste gevecht in het paleis. Een koude begroeting. Wat moeten we doen? We moeten 12 vijanden zien te verslaan. En zo te zien zijn er allemaal nieuwe vijanden. Hey, what up? Maar jij bent toch ook een vuurluma? Pyrogeddon. We moeten nu tegen zeestuntels. Hun tackle bevat het super effect spetten dat je wegslaat. Hard. Daarna word je elke keer als je geraakt of getackled wordt, voordat de beurt voorbij is, weer weggeslagen. Oh, wat een vervelende choppies. Maar Pyrogeddon gaat met ons mee als wij winnen. Kijk, vanaf hier kan ik hun allebei raken. Wacht, laat ik ze eerst even tackelen. Zo, wat ze vlot. Dan moeten we niet vergeten, die tackles. Ik zet gelijk mijn stormzwaardje aan. dit is zo episch elke keer. Het is elke keer weer cool. Let's go, vliegend zwaard! Ja, ze zijn nog niet kapot, hoor. Nee, deze twee zijn moeilijk. Wat ze vlot, zie. Hartstikke idee. Lekker gedaan. Allebei kapot. Kijken waar ze allemaal zijn, hoor. Er zitten er hier twee. Daarachter is weer zo'n vosje. Oh, nee. En daarachter is ook zo'n vosje. Oké, let's go, Rabbit Luigi. We gaan hier naartoe. Oeh, ik hoop dat we het halen. Halen we het? Halen we het? Ja, we halen het net. Ik denk dat het slim kan zijn om hier te gaan staan. Een beetje ver weg. Oeh, heel nice. We kunnen ze alle drie raken vanaf hier. Plap, tap, 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 tap. Nice. En Rabbit Peach. Ik wou zeggen Rabbit Luigi, maar Rabbit Peach gaat ook lekker hier naartoe. Kijk hoor, als zij nou hier staat, kunnen we hun dan ook raken. Ja, maar ze gaan nog niet kapot. Kijk, ja, ik moet niet te dichtbij gaan staan, denk ik. Ik denk dat we dan een probleempje hebben. Ik ga ze ook niet in de fik zetten. Want dan gaan ze weer rennen en dan komen ze misschien weer heel dichtbij. Dat wil ik niet. Oké, de tegenstanders krijgen de beurt. Let's go. Oké, ze staan in ieder geval ver weg. Zo te zien lopen ze niet heel ver. Oh, oké, ik ben geraakt. Aan de andere kant komen ze ook dichterbij, maar dan kunnen ze nog niemand raken. Ja, jij wel, hè? Oh my gosh. Rabbit Luigi is al bijna dood, joh. Ik wil ze eigenlijk allebei raken. Ik denk dat dat kan vanaf hier. Kijk, 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 dan raak ik ze allebei, toch? No, ik raak er maar één. Oké, Rabbit Luigi echt voor de tackle. Let's go. En dan ga jij dat vosje daar boven nakken. Hartstikke idee. Rabbit Peach met de tackle. En de teamsprong. Dan landen we hier. Oh, dat freaking vosje, dat houdt echt weer gewoon 1 HP over of zo. Oké, ik ga even ongezien worden met Edge. Anders wordt Edge sowieso door de sniper geraakt. En misschien ook wel door die vijanden die van die kant zo naar mij toe komen via die buis. Het gaat goed komen, denk ik. Oh, ze gaan weer teruglopen. Oké, wat ga jij doen? Oh, jij gaat weer voor Rabbit Luigi. Oké, wat hier als eerst gaat gebeuren is een tackle op dit vosje. Die is weg. En dan gaan we gewoon gelijk met z'n allen naar de andere kant. Let's go, Edge. Vosje tackelen. Rabbit Luigi ook naar de andere kant. We tackelen hem kapot. Hé, die vosjes die kunnen trouwens niet tegen brand. Dus die ga ik even in de fik zetten. Let's go. Heerlijk. Doei, vosje. Ga jij maar lekker rennen. Dag, dag, dag. Ben je al kapot? Oh, 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 nee, nee. Oh. Ja, hij is wel kapot. Oeh, vanaf hier kan ik ze allebei raken. Lekker dit. Heel nice. En ook met Rabbit Luigi kan ik ze beide raken. Vervolgens kan ik er nog eentje kapot maken met mijn slime effect. Oh, dit. Ik ging lekker achter de buis. Wat een flotsie. Oké, hoeveel hebben we er nu? 7 zijn er nu kapot. Tegenstanders de beurt. Er is nog maar 1 over. En dan komen ze... Oh, dan komen er... Waarom moeten ze elke keer Rabbit Luigi hebben, joh? Er komen er wel weer 2 bij nu. En aan de andere kant komt er ook weer 1 bij. Deze gaan we even kapot tackelen. Waar kunnen zij trouwens niet tegen? Tegen schok. Oké, nou, dat hebben we helaas niet. Schieten! Oh, oké. Ik ga wel even healen nu met Rabbit Peach. Want ze willen Rabbit Luigi helemaal kapot maken. Dat moeten we natuurlijk niet toelaten. Oké, tackeltje voor hem. En dan gooien we mijn zwaardje ook even erbovenop. Wat een idee. En dan kan Rabbit Luigi het afmaken bij deze grappie. En dan ga ik met Edge een stormzwaard weer aanzetten. Want er komt nu een nieuwe vijand aan. Die gaat waarschijnlijk gelijk lopen. Kijk, oké, jij komt ook even naar mij toe. Ja, kom maar. Kijk, jij leeft nu. Ga maar lopen. Oh, wat? Waarom raak ik hem niet? Oké, we moeten wel even blijven slopen nu. Deze gaat er sowieso wel aan. Moet wel. En dan laat ik ze gewoon rustig naar mij toe komen, denk ik.
Okay, easy. Nog 2 te gaan. Kom maar allemaal deze kant op, jongens. Kom maar. Ja, hoor. Ja, hoor. Ik hoef nog maar 2 van jullie te verslaan. Kijk maar. Dikke doei. Dan gaan we nu even het schildje aanzetten met Rabbit Peach. Zodat we nu niet geraakt kunnen worden voor vijanden die nu dicht bij ons in de buurt komen. Kijk, deze gaat mij raken. Oh, wat? Je raakt me ook echt. Hebben we alleen het schild... Hè? Heb ik het schild überhaupt wel gebruikt? Jawel toch? Ik had het toch aangezet? Maar goed, deze gaat er sowieso aan. We staan met z'n 3 om hem heen. Arme jongen. Doei! En dan hebben we dit gevecht voltooid. Lekker! Oké, door in het paleis. Wat is hier allemaal gaande? We gaan eens even op zoek naar wat hier ligt. Sowieso weer muntjes? Zouden we deze muur kunnen kapotmaken? Nee. Onze sonar helpt ons niet om die muur kapot te maken. Mooi schilderijtjes allemaal. Oh, is dit ons spaceship? Orion is met veel lef ontsnapt aan Gezela. Oh, oké. Die hebben ruzie gehad. Hier zie je de meesternavigator die zijn kaart ondersteboven houdt. Op zoek naar een parkeerplaats met toilet. Ja, weet je, als je moet poepen, dan moet je poepen. Tackle. Hotseflots. Ik ga even de schokluma testen. Want deze zeestuntels, die kunnen niet tegen schok. Oké, let's go voor de zeestuntel. Ik ga hier achter schuilen. Schok aan. Oh, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Doen we gewoon een mega schok? Oh, we hebben nu schokkracht. Oh, dat is sick. Dat is heel lekker. Bam. Lekker, nice. Maar geldt het dan bijvoorbeeld voor tackles? Of hoe zit dat? Ja, ik denk het. Oké, Rabbit Peach. Ja, gaat die zeestuntel uitschakelen. Dan het zwaardje van Edge. En dan is het klaar met die gast. Dus even kijken wat zij gaan doen. Zij gaan sowieso... Oh, zij kunnen... Oh, via die buizen gewoon gelijk in één keer helemaal naar mij toe en weer terug. Hoe ver kun je lopen? Oké. Jullie willen het zo spelen? Het is onmogelijk om niet geraakt te worden. Oké, jullie willen dus dat we dit via die buizen gaan doen, hè? Kom dan. Yeah, wat ziek idee. Tackle. We gaan ze gewoon allemaal in één keer slopen. Geen probleem. Rabbit Peach via deze kant. Tackle. En vuren. En klaar. Ja, want ik wilde deze story ding hebben. We moeten natuurlijk gewoon proberen om zoveel mogelijk te pakken in deze game. Oeh, we gaan dieper in het paleis. We zien standbeeldjes van rabbits daar zo. Dit is de balzaal. Hier werd vroeger gedanst. Rabbit Peach vindt het natuurlijk geweldig. En hier moeten we een flink puzzeltje gaan oplossen, zo te zien. Er zijn nog 2 deuren. En schilderijen. Blijkbaar is Orion echt een baas, want hij heeft van alles en nog wat overleefd. Hij heeft gevochten met een kometeneter. Dat is een leuk scheldwoord. Jij kometeneter. Oké, dus de balzaal. Met nog 2 deuren aan de zijkanten. Daar zullen wel de hints zijn. Oh jeetje, wat een doolhof. Super veel vijanden hier. We moeten proberen om zoveel mogelijk stil te zijn. Kunnen we langzaam glippen? Rennen! We rennen gewoon weg. Rennen! Oké, wat is dat voor blokje daar? Kunnen we hier iets mee? Groen. Moeten we dit onthouden? Een groen blokje? Oh, we moeten dat pakken, denk ik. Wat daar ligt, of niet? Pakken deze op. Let's go. Hij mag ons niet zien. Ik wil geen battles meer in deze video. Let's go. Tempo. Stop het hierin. Nice. Ja, kijk. Dan gaan de tentakels weg. Top. Rabbit Luigi is de koningssluiper. Heel nice. We zijn er. Ja. En wat is dit dan? We moeten dit gebruiken. Zetten we dan het standbeeldje aan? Ja, kijk, nu draaien we het standbeeldje hier in de balzaal. En blijkbaar... Ja, hij moet zo. Er moet licht op dat kristal vallen. Let's go, we gaan terug. Oké, cool. Dus we hebben nu dit licht gefixt. Nu moeten we nog naar de andere kant. Oh, wat is hier gaande? Oh my gosh! Spookrabbit! Oh, die is wel heel cool! Wat een vette rabbit! Wow, ik krijg Luigi's Mansion vibes. Kapitein Orion zegt alle schelpenkettingen. Kook me levend in een ton geitvis gelijk. Lijkt me niet zo lekker. Het is de geest van het winterpaleis. En Ed zegt, dat is geen geest. Dat is een van Gisela's sparkjagers. Oeh, oké. Nu is het aan, jongens. Oh, krijgen we een battle tegen een van die spookjagers? We gaan hier naar binnen. Oh, maar hier is ook nog een zijdeur. En wat is daar dan? Ik weet niet of ik verstandig aan doe om hier naar beneden te lopen. Oké, het valt mee. Ik kan hier... Oh, daar is ook een deur. Wacht, we gaan eerst de zijdeur pakken. Ik heb het gevoel dat zij niet wilden dat wij zagen dat er een zijdeur is. Hier is ook weer een zijdeur en hier is een blok. Dat kunnen we weghalen. Er gebeurde iets. Oh, dit is... Waar moeten we naartoe? We worden helemaal, denk ik, in de maling genomen. Zie je, we zijn teruggebracht. Dus net gingen we hier door de deur aan de rechterkant. Laten we nu de deur links pakken. No! Oké, misschien moeten we toch deze deur hier aan de voorkant pakken. Komen we dan in die gang terecht? Huh? Als ik nou hierin ga, hier kom ik in een andere ruimte, maar allebei de deuren zijn nu niet goed. Wat nou als ik nu terug ga en dan de voordeur pakken? Of is er gewoon ergens iets verstopt? Zit hier een derde deur verstopt of zo die ik niet zie? Ja, kijk!
Kijk, oké. Dus er zitten hier cracks in de muur. En ergens... Ja, daar is gewoon een deur. Ik dacht dat ik dit net had gescand. Maar blijkbaar niet. Hier is weer een crack in de deur. Oh, ik denk dat we daar naartoe moeten. Kijk, want nu zijn we wel hier. Maar ik heb niks om te gebruiken, denk ik. Oh, wel. Oh, jawel, dit is het wel. Toch? Ja, nice. Dit is het wel. De kristal begint te gloeien. Ja. En wat gebeurt er? Oh, gaat de vloer nu open of zo? Of gaat de deur nu open? Daar is een pedestal of iets waar we iets op kunnen leggen. We zijn weer in de balzaal. Ik denk dat we nu de hoofddeur gaan openen, jongens. Wat gaat er gebeuren? Oh, wat nice. Oh, wacht, we moeten dit draaien. Ja, zodat het natuurlijk allemaal klopt met elkaar. Nu moeten we de buitenste cirkel nog goed draaien. Oh, de buitenste cirkel kunnen we niet draaien. We moeten het juist aanpassen naar de buitenste cirkel. Oké, maakt niet uit. Even kijken, 3 keer naar links nu. Ja, dus deze moet ook dan nog 3 keer naar links, denk ik. Oh, we zijn er al. Kijk, top. Lekker! Ja. Deurtje gaat open. Maar wat zit er achter die deur dan? De bovenste verdieping. Daar kunnen we nu naartoe, zegt kapitein Orion. Wow, daar is ze weer. Het spooky. Met breinaalden? Waarom heb jij dat? Waarom doe jij zo... Wat? Boos? Verbaasd? Wat is je plan? Ik vind haar echt vet cool. Kapitein Orion zegt, dat is het breiwerk van het meisje. Oh, dat heeft ze altijd bij zich. Oh, vandaar. Maar van wie dat breiwerk is en wat we met deze spook gaan doen, dat zie je in de volgende video. Dus doe de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Ik vind dit een leuke serie en jullie volgens mij ook. Dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!